Jort, afgelopen maandag was je op bezoek bij je oude club FC Eindhoven. Met welk gevoel ging jij terug naar Den Haag? Ja, ik denk achteraf toch wel het gevoel dat er meer in had gezeten. Ondanks een zwak begin van onze kant, denk ik dat we het heel goed herpakt hadden. En dat we eigenlijk de meeste aanspraak maakten op de overwinning, vond ik in ieder geval. Nou, er waren in ieder geval de nodige kansen voor zowel jou als bijvoorbeeld je collega Henk Veerman. Een tandem die al eerder is benoemd. Hoe verklaar je die klik tussen jullie? Het is wel natuurlijk iets wat nog meer moet groeien. Er zijn ook wel momenten dat hij bijvoorbeeld diep loopt en dat ik de bal in zijn voeten wil spelen of andersom. En dat is nog wel iets wat nog beter kan. Maar het is al wel, ja, ik vind het het is natuurlijk een speler ook met een hele hoop ervaring en een intelligente speler in zijn keuzes. En ja, dat is dan wel iets waar je op in kan spelen. Dus ja, wat dat betreft is het ook een beetje het aanvoelen aan elkaar wat vrij snel goed ging. Sowieso denk ik nog een beetje wennen aan elkaar. Veel nieuwe jongens. Waar staan jullie op dit moment daarin? Komen er al automatismes in bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel. Ik denk al meteen de eerste wedstrijd waar we voor het publiek met een complete groep spelen tegen Jong AZ. Dat al best wel... Als één geheel gezien kon worden, dat we al wel een team waren. Als je kijkt naar afspraken die goed nagekomen werden. En dat zijn wel dingen wat al wel heel goed stond. En natuurlijk heb je altijd wedstrijden waar het dan even wat minder gaat. Kijk, je bent er niet ingespeeld elftal die 2-3 jaar samen heeft gespeeld. Alleen, ja, ik moet zeggen dat we het best wel goed oppakken. En dat zal met vallen en opstaan gaan. Alleen de vraag is waar we nu natuurlijk staan. Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Maar als je kijkt naar de afgelopen twee wedstrijden. Dat je Groningen uit en Eindhoven uit. Nou, 4 punten pakt. Dat is in ieder geval al een goed begin. Ja, en dan 4 wedstrijden op rij ongeslagen. De tegenstander van vrijdag, Telstar, puntloos onderaan. Dat moet je gaan waken voor onderschatting. Nou ja, gelukkig hebben wij best wel wat spelers met de nodige wedstrijden in de keukenkampioen-divisie en ook in de eredivisie sommige gasten. Dus ik denk dat er heel weinig zijn die de illusie hebben dat je kan onderschatten in deze competitie. En vaak worden die wedstrijden op details beslist en zij hebben nog 0 punten. Alleen dat betekent niet dat ze geen aanspraak hebben gemaakt op punten. Dus ja, dat onderschatten, dat wordt vaak gezegd. Maar vaak als je het zegt, dan doe je het al. En gelukkig is het woord onderschatting nog niet gevallen in de groep. En ik hoop ook dat niet gaat gebeuren. Dan is de eerste periode nu 6 wedstrijden op weg. Nog 4 te gaan. Is dat iets waar jullie mee bezig zijn? 4 punten afstand tot de nummer 1 Roda? Of kijken jullie liever verder vooruit? Nou, ook dat woord is nog niet gevallen in de groep. Dus het is nog niet iets wat leeft. En ik moet zeggen... Ja, ik heb best wel wat voor wat periodes meegestreden. 1 enkeling gewonnen maar. Alleen, het is wel vaak de situatie waar je 1, misschien 2 wedstrijden voor het einde van zijn periode kijkt waar je staat en of die te winnen valt. En ik denk dat iets is wat we nu ook moeten doen. Kijk, als we over 3 wedstrijden in 1 keer er heel goed voor staan en dat je bij een overwinning de periode kan pakken, dan is het iets waar je aandacht aan moet besteden. Maar ik denk dat... De situaties daarvoor moet je lekker rustig wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Dan tot slot, vrijdag weer een thuiswedstrijd. Aan de laatste thuiswedstrijd heb jij goede herinneringen, denk ik. Is dat iets wat je hoopt weer te herbeleven? Ja, dat hoop je wel altijd. Ja, het was mooi debuut om meteen 2 keer trefzeker te zijn. Toch zijn eerste wedstrijd in een nieuw elftal. Dat blijft altijd even wennen, dus... Ik hoop dat ik nu wat verder ben dan destijds. Alleen of je meteen weer 2 keer trefzeker kan zijn, dat kunnen we alleen maar hopen.